Toen we dit hoorden, dat dit ging gebeuren hier, hebben we ons meteen aangemeld. Ja. Want, okay. We vinden het zelf wel interessant. Sowieso de geschiedenis vind ik zelf persoonlijk wel interessant. En zeker het gebeuren, hè, dat hier vroeger de Romeinen gezeten hebben, ja, daar wil je natuurlijk iets meer weten. Dit is die snelle. Ze zijn eerst komen kijken en hebben ze bepaald waar gegraven gaat worden. Mm-hmm. Dus ja, dat is nu lopende. Hoe weet u nou of dit interessant is? Wat u nou, nou ja, uiteindelijk weten we dat niet. We halen alles uit de grond waarvan we denken dat iets zou kunnen zijn wat geen gewoon kiezelsteentje is. En ja, goed, dat gaat de zak in en dat wordt gewassen en dan wordt het beoordeeld door de archeologen. Kijk, wat hier is nog niks. Er is nog niks voor wat zagen dat kunt in de schat. Dit is Grimburggraaft. Hier loopt ook de Via Belgica, de Romeinse weg. En die lopen, zitten hier pal langs. En langs die Romeinse weg kun je altijd iets vinden. Dus kijken of hier inderdaad de Romeinen iets hebben achtergelaten. En soms zitten daar zelfs graven tussen, want ze begroeven langs de weg. Dus het kan heel interessant zijn hier. Ik ben officieel geregistreerd als archeoloog. Dit is een officieel onderzoek. Dit is ook aangemeld bij de Rijksdienst. Dus dan moet je ook zorgen dat daar, tot dat allemaal conform de regels gebeurt. En die zijn wat minder streng voor dit, hè? Als publiek, zeg maar, als burgerwetenschap. Maar desalniettemin moeten wij erop toezien dat dat toch zo goed mogelijk gebeurt. Het is er negatief. Nee, positief. 1 cent is positief. Nee, dat is leuk. Het valt mee. Wij switchen van rollen, dus dan zitten wij met onze vingers in de grond. En dan zitten wij te graven, dus dat is een mooie verdeling van arbeid. En het is een leuk team. Er zitten wat ego's bij. Ja, toch. Maar over het algemeen is het... Nee, het is heel erg leuk. Heel erg leuk. Ik ben Roel Rogge, ik ben Nederlands archeoloog. En ik mag vandaag hier... En mede deelnemers, kompanen van Grimburggraaft begeleiden met graven van onze proefput naar onze eigen. We doen eigenlijk een onderzoek naar het gezamenlijk verleden. Hè. We zijn goed op weg. Ja, dan gaat je hart snel van kloppen natuurlijk. Dat is waar je, die adrenaline gaat er wel vandaan, ja. Eigenlijk, dit is eigenlijk een jongensdroom, hè? Dus ik wilde vroeger graag als kind archeoloog worden. En daardoor heb ik, toen ik hier in Limburg terecht kwam, 8 jaar geleden, heb ik een metaaldetector aangeschaft. En met een pinpointer, die ligt daar. En ja, dat is gewoon een fijne hobby. Weet je, alles wat je vindt. Er zijn mensen, mensen die met een metaaldetector lopen, die bewust op zoek gaan naar iets. Of Romeins of Tweede Wereldoorlog, maar ik overal waar mijn metaaldetector erop afgaat, haal ik uit de grond. Want het kan van alles zijn. Op dit kaartje staat eigenlijk alles dus wat uit zo'n zakje komt. Dat is dit. Er staat alle informatie op wat de archeologen nodig hebben om alle vondsten te kunnen kaderen. Mm-hmm. En wat ze dus van tevoren hebben gedaan, is met vliegtuigen foto's gemaakt. Zowel na droogteperiode. Na droogteperiode, gezakte grond. En dan kun je dus die oude wegen heel goed zien liggen. Hallo, ik ben Anouk. Ik kom uit Noord-Holland en ik woon sinds een jaar of 8 in Limburg. En ik zag van dit project en vorig jaar heb ik in Heerlen meegedaan. Dus ik dacht ik wil weer meedoen. Je hebt al een keer meegedaan in Heerlen, zeg je. Ja. Dat is jou goed bevallen, anders zat je hier niet. Zeker. Ja, dus ik ben ook met 2 anderen van de vorige keer ook nu samen aan het graven hier. Ik weet dat in Heerlen was het bloed heet. Ja. En nu is het heel erg direct, ja. Dus nu word je heel erg vies, dat vind je niet erg? Nee, dat is geen enkel probleem. Geen enkel probleem? Nee hoor. Ja, wat heb je vandaag al wat kunnen binnenhalen? Of kunnen nou, nog niet zo heel erg veel, maar we hebben wel een stukje pot van de middeleeuwen gevonden.
En het zwaard, dat zijn ze nu aan het uitgraven. Er is een zwaard. Nee. Ik ben Lucas Erkamp, ik studeer geschiedenis, docent geschiedenis wil ik worden. En ja, ik zit hier in de vereniging Gemina en wij laten zien hoe de Romeinen vroeger leefden. Maar dit doe je vaker in een Romeins kostuum? Ja, dit doen we vaker, ja. En we zijn overal in Nederland terug te vinden. En vandaag dan in Rumburg hier. Sorry. Maar komt dit nou door je achtergrond, dat je geschiedenis studeert? Of was dat al voordat je... Ja, dat is mede dat ik geschiedenis studeer, inderdaad. Maar ik heb een vriend, die doet dit met de Vikingen. En hij praat er heel veel over, daar is heel enthousiast over. En ja, ik dacht, dat wil ik ook heel graag doen. En dan kijk ik heel eventjes wat ik het leukste vind natuurlijk. En toen kwam ik heel snel hierop uit. En ik vind het geweldig om te doen.